Ook hier weer zie je weer dat een verhaal van ongelijkheid is. De rijke landen hebben de vaccins opgekocht, de arme landen hebben er geen. Mm-hmm. Wij doneren vanuit België onze surplussen. Hoeveel hebben we er dit jaar gegeven? Wij gaan 9 miljoen vaccins doneren. Zot, ja. En dus die 9 miljoen vaccins die komen ook nooit ten koste van de nationale vaccinatiecampagne. Maar dat is een oplossing eigenlijk op korte termijn. We zitten midden in die pandemie en ik ben blij dat we dat kunnen doen. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel gezegd, en vind ik het eigenlijk wel abnormaal, dat we anno 2021 nog altijd de discussie zijn aan het voeren in een pandemie over die ongelijke strijden. Dat we niet iedereen op dezelfde manier behandelen.